Oké, vandaag laat ik jullie mijn nieuwe Minolta lens zien. Ik heb deze Minolta lens gisteren ontvangen via de post, dus ik heb een nieuwe klassieke Minolta lens aangekocht. Wie mijn kanaal al een klein beetje volgt, die weet dat ik al een aantal Minolta lenzen heb. En ik gebruik die, dat zijn manuele lenzen. Ik gebruik die in combinatie met mijn analoge camera. Dat is een X700 die ik het meeste gebruik, maar ik heb ook nog een X500 die mijn dochter gebruikt. En eigenlijk vaak als je die bodies koopt, komt daar bijna altijd de klassieke standaardlens bij. En dat is de 50mm 1.7. Een heel mooie lens. En dan heb ik zelf ook nog mijn collectie een klein beetje uitgebreid met een... dit is dan de 45 f2. Dus dat is een heel compacte lens zoals je ziet. Dat is eigenlijk hun... pancake-versie. En dan heb ik ook nog een 35, dus een 35 f2.8 opnieuw. En dan is er zelf nog een groothoek die ik ook heb. En dat is de, maar die heb ik eigenlijk nog maar weinig gebruikt. Dat is een 28mm 2.8 ook. Maar je ziet, die groothoek is al een pak groter, zwaarder ook. En die gebruik ik eigenlijk niet zo vaak. Maar die 35 en die 50 zijn twee lenzen, dus die 50 gebruik ik vooral voor portretten. En die 35 meer voor al de rest. Ik heb eigenlijk weinig zonnekappen, bedoel lensdoppen van Minolta. Om de een of andere reden zelf. Deze is een aftermarket lensdop. En dan heb je ook nog, als ik die digitaal wil gebruiken, heb ik van die adapters. Dat is nu een adapter voor Sony. Dus de MD staat voor Minolta. Dus dit is een Minolta-vatting. Hier past een Minolta-lens op. En deze vatting is nu in dit geval een NEX-aansluiting. Dus dat is voor Sony NEX. Sony Alpha-series, Alpha 6300, Alpha 7 en dergelijke meer. Daarmee kunnen die adapter gebruiken. Waardoor je echte vintage retro-lenzen kunt gebruiken op je moderne apparatuur. Nu, ik heb ook heel recent deze adapter gekocht. Dat is een speciale adapter. Die zal ik een afzonderlijke video van maken daar. Maar dus nu heb ik deze lens gekocht. Ik was eigenlijk al, zoals je ziet, de lenzen die ik al had, waren allemaal groothoek of standaard. Het probleem is dat ik nog geen telelens had. En dan als je gaat kijken naar de telelensen die er zijn van Minolta, in deze MD-series, dus de oude manuele lenzen, die zijn allemaal manueel. En dan kom je al snel uit op de 85mm. Maar dan blijkt ook, als je de prijzen online bekijkt, dat zijn prijzen... Op eBay zo vinden ze voor 300, 400. Echt ongelooflijk veel geld voor een oude lens eigenlijk. En bijkomend probleem bij die 85mm is als je dan die adapters gebruikt, zoals ik daar heb laten zien. Een gewoon eenvoudige adapter. Dan verleng je eigenlijk ook de brandpuntsafstand. Omdat je met die cropfactor zit. Dus dan ga je eigenlijk van die 85mm kom je uit op iets dat eigenlijk maal anderhalf. Dus eigenlijk al 120mm hebben eigenlijk al een veel zwaardere telelens. Of een langere brandpuntsafstand dan wat ik eigenlijk naar op zoek was. Ik was eigenlijk op zoek naar die 85. En als ik dan verder keek, dan kwam ik plots op deze lens uit. Een 135mm. Nu, dan zou je kunnen denken... Oké, maar als je dat met een adapter gebruikt op APS-C formaat, dan komt de maal anderhalf op nog veel, ja, bijna 200mm uit al. Dus dat is ook niet wat je zoekt. Maar daar komt deze bij kijken, maar daar dus een afzonderlijke video rond. Het leuke aan deze is dat hem veel goedkoper is. Ik heb voor €125 in combinatie met die adapter, heb ik die lens kunnen kopen. Ik denk dat de vraagprijs van die lens alleen was iets van €95, denk ik. En ik heb ook een originele Minolta lenskap nu. En als je kijkt, zie je dat, dat lenselement, dat voorste lenselement. Hoe groot is dat wel niet? Dat is bijna de... Toen mij eigenlijk denken aan de 56mm 1.2. Ja, het scheelt niet veel, denk ik hoor. Maar dat is natuurlijk een 1.2. En deze is van buiten en zo. Deze is veel zwaarder en groter, omdat deze autofocus heeft. Dus hier zit echt een motor in en dergelijke meer. Dus dat is een veel modernere en zwaardere lens. Maar terug naar de Minolta. Ook leuk is dat er dus een zonnekap ingebouwd is. Dus als, ja, de bouwkwaliteit is supergoed ook bij die oude lens. Dat is allemaal metaal en zwaar rubber. Dat ook
Nou ja, de tand destijds doorstaan heeft, want al dat rubber, ik heb nog geen één Minolta-lens gevonden waarvan dat rubber verstorven is. Dus de maximale opening is 2,8. Dat is een manuele diafragmaring, dus dat kan je gebruiken op gelijk welke camera. De focusring en dan dus die zonnekap, die eigenlijk vast hangt aan je lens, ook van metaal is. En die je gemakkelijk kunt wegschuiven om op te bergen. Ik zal om deze video af te sluiten ook een paar van de eerste foto's laten zien die ik met deze lens gemaakt heb. Maar ik heb hem dus gisteren ontvangen. Dus ik heb gisteravond op de ISO 3200 een paar eerste foto's gemaakt. En vanmorgen heb ik nog een paar foto's gemaakt. Ik zal die achteraan deze video hangen om een eerste impressie te geven van deze superlens. Nu, ik heb er al een klein beetje mee gewerkt dus. En natuurlijk, het is een 135 mm lens, dus dat betekent dat je nog meer dan met een 85, met die 56, dat is ongeveer 85 mm op Fujifilm, dan moet je eigenlijk veel afstand nemen van je onderwerp. Bij deze lens is dat dus nog meer het geval. Je moet dus echt wel ver van je onderwerp gaan staan. Maar je krijgt daarvoor ook een heel mooie rendering terug, waarbij dat je heel beperkte scherpte diepte krijgt, dus je onderwerp heel mooi kunt gaan isoleren van de achtergrond eigenlijk, wat dat bij portretten super handig is. En waar het die 56 1.2 ook super sterk in is trouwens van Fujifilm. Dus ik denk, als je die 56 1.2 wilt of iets vergelijkbaars wilt voor een mooie prijs, je zou kunnen kijken naar die 85 mm, maar dan zit je bijna aan €500. Wat dat ongeveer de helft van de prijs is van die 56 mm. Of je kan kijken naar zo'n lens en dan ben je er al vanaf voor €100 als je een beetje rondkijkt. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende.